Voor mij maakt dat enthousiaster, want hier rijdt echt een groot meester. 23 klassementscrossen gewonnen, 2 keer wereldkampioen geweest, 1 keer bij de juniors, 1 keer bij de beloften. Eigenlijk een grote meneer in het veldrijden. Paulus wint hier. Hij is op weg om een vent te worden. Ja. Een hele vent als je het mij vraagt. Oh, ik heb nooit verwacht dat ik voor hem zou kunnen staan. Dat is cross, dames en heren. Pauw zit tussen de stallen. Is er ook in opgegroeid. De zoon van de varkensboer. Laat hem zijn pad maar effenen. Anders wist ze wat in de weg rijdt. Proficiat Kerry Pauwels. Gewoon verdiende overwinning. De beste vandaag, de beste van het hele pak. Vertel ik nog eens wat. Kevin heeft ons gegeven, betekent erbij aan dat dit nog kan voor ons ploeg. Dat is fantastisch, zeg maar. Dat is echt om emotioneel te worden eigenlijk. Wat een wedstrijd heeft Kevin Pauwels gereden. Iedereen is blijven zeggen van Kevin Pauwels. Onwaarschijnlijk. Dat is natuurlijk al plezant om te winnen, maar dat is niet gemakkelijk. Pauwels wint de wereldbekercross in Pontchâteau. Op zijn terreintje, op zijn heilige grond. Recht blijven, Kevin, en genieten. Dat mag je zo meteen doen. Handen in de lucht, kopje een beetje scheef. Goed. Dat was lastig. Heel kort op het wiel, Paulus. Maar dat kan niet, hè? Paulus, denderend gecrossed. Shake. Nog eens dikke proficiat, Kevin. Bedankt.